staan in Rotterdam voor het huis van Koen Moulijn, ex-voetballer en tegenwoordig zakenman. We gaan zijn huis bekijken. Hallo. Rikzaal. Achtste etage. Dag Willem Lijn. Hallo. Rikzaal. Leuk. Alsjeblieft. Hey, leuk. Dat is Frans Bromet. Hallo. Kom er binnen. Ja, graag. Ah, er is nog wel iets hier in huis van de oude carrière. Ja, toch wel een beetje. Ja. De nostalgie een beetje. Sorry. Toen Moulijn 50 werd. Ja, ben ik 50, ja. Hoe lang is dat geleden? Precies 10 jaar. Echt waar? Ja, het gaat sneller. Ik kan het beter niet weten, maar het gaat hard, ja. Leuk. Zullen we even die kant oplopen, want volgens mij moet u een prachtig uitzicht hebben binnen. Ja, wij wonen hier vrij lang, moet ik zeggen. Maar die flat zag er vast niet zo uit toen u me trok. Nee, dat heb je gelijk in. Nee, dat is zeker waar. Ja, dus daar heb je natuurlijk wel het een en ander aan gedaan natuurlijk. Ja. Maar je bent Hasje Rotterdam en dat leeft altijd natuurlijk. Hè. Dat is het leuke van dit soort dingen. Dus als je het Hasje van de stad woont en je woont een beetje boven alles uit en dan krijg je wel een mooi uitzicht. Ja. Ja, want de nieuwe brug in de verte. Ja, die kun je dus ook zien. Dus daar vandaan en dan... Bent u een beetje een dromer die af en toe hier kan zitten en naar buiten kijken? Dat ben ik eerlijk gezegd niet. Dat zou ik ook als ik echt een dromer zou zijn. Maar ik zit wel eens naar buiten kijken. En dan, en de scheepvaart, dat ga je eigenlijk dag en nacht door natuurlijk. En s'avonds is het eigenlijk, vind ik het nog mooier dan dat het overdag is. Want natuurlijk, dan zie je alles dus verlicht en dan komt dat, is toch wel een, elke avond is het toch weer anders van uitzicht. Ja. Dat is treffend. En dan zie je dat ook in Rotterdam heel veel gebeurt, vind ik. Ja, ik denk dat er toch wel zo'n boot per minuut langskomt. Dat gaat heel de dag door. Hè. Dat gaat heen en weer. Dat gaat hier gedaan. Dus dat is richting Duitsland, Zwitserland. En dat is heel mooi. Dat voetballen, hè? Ja. Zou u in deze tijd nog profvoetballer willen zijn? Nou, ik zou het om één ding wel willen, het financiën natuurlijk. Want die mensen verdienen natuurlijk enorm veel geld. Hè, spelers. Ja, dat is echt knap. Of knap, dat is een ontwikkeling. En nu met die vrije transfers is het natuurlijk helemaal een beetje catastrofaal. Er zijn spelers die er gewoon miljoenen guldens verdienen. En dat is natuurlijk, als je het met de maatschappij vergelijkt, is het natuurlijk niet te vergelijken. Als je een toppositie in de maatschappij hebt, dan praat je over 3-4 ton. Nou, tegenwoordig geeft dat een middelmatige speler bij Feyenoord of ergens anders. En dat is natuurlijk eigenlijk absurd, hè? Ja, dat is een beetje absurd. Ja. Ja, dat is een beetje doorgeslagen naar de verkeerde kant natuurlijk. Hè. Ja. Want dat vindt u een slechte ontwikkeling? Nou, ik vind het dus leuk voor de spelers als ze heel veel verdienen en er is helemaal niks meer schuld, maar het slaat gewoon te gek. Als je binnen 3-4 jaar miljonair bent of andere mensen zijn studerende mensen die een grotere verantwoordelijkheid hebben in de leven, in de maatschappij. Dat is natuurlijk niet met elkaar te vergelijken. Met 3-4 jaar voetbal of in Italië of in Nederland. Hier worden natuurlijk ook veel en grote bedragen betaald. Ja, dat slaat worden aan de verkeerde kant, vind ik. Maar zou u met uw manier van spelen vroeger, zou u nog in deze voetballerij passen? Ik denk dat ik me toch wel zo goed zou kunnen handhaven. Dus dat wel zeker. Je zou je dus aan moeten passen. Het is harder geworden. Het is tactisch wat scherper en rijper geworden. Dat is zeer zeker, maar... Ach, je bent geboren met een bepaald talent en dat, als ik nu toch regelmatig onder 14 dagen Feyenoord ziet, dan zie ik er toch wel een veel middenmatige spelers bij. Dat je denkt, dan was je toch vroeger wel een stukje beter, vond ik. Ja. Jawel. Ja. Maar die hele, hoe moet ik dat zeggen, die hele bedachte manier van voetballen, dat er tactisch wordt nagedacht, dat Louis van Gaal heeft het bijvoorbeeld altijd over de 4 en de 7 en die moeten allerlei taken vervullen.
Nou, dat... U zou in deze periode, in deze tijd, zou u moeten meeverdedigen. Jawel, dat is natuurlijk, in mijn tijd was er niet bij. En dat, nee, zijn, dus, dat is waar, dat is de ontwikkeling die je natuurlijk, daar zou je zeker moeten aanpassen. Dat zou een ontwikkeling zijn waar je dus, maar ik geloof als je daar jongen van 18 en 19 jaar mee wordt geconfronteerd, dat het niet zo moeilijk is, denk ik, om die dus staande te blijven houden. Ja. Je moet het ook steeds zien, ik was in die tijd was ik natuurlijk veel van veel individuele kwaliteiten, met 3, 4 dingen kon je in de Westen beslissen. Ja. En die kwaliteiten, die had ik gewoon dus. Ja. En die heb je natuurlijk als je nu wereldspelers zoals Ronaldo, Romario, die mensen die verdedigen ook niet in die mate mee. Je kluit het ook niet meer in die mate. Dat je dus, en die mensen moet je ook de sterke kanten van het spel gunnen. Ik denk dat je dat, maar ik zou me moeten aanpassen, dat is wat ding wel zeker is. Ja. Ja. Maar dat voetbal is, nou misschien even voor de jeugdige kijkertjes die u nooit hebben gezien. Die kennen mij helemaal niet. Nee, dat is leuk. Wat was nou die beroemde beweging die u als enige op de hele wereld had? Nou, niet heel de wereld, maar ik was er net gevoerd wel. Hoe maar, ging die? Ja, ik ging buitenom. Hè. Hoe ging die? Ik kwam dus naar een tegenstand en ik zette hem op verkeerde benen. Ja, maar buitenom. Het was toch altijd, want u liep dus links, dus ja. Ik ben de bek. Ja. En u maakt altijd een dreigende beweging naar binnen. Ja, binnen en ik ging toch weer buiten. Ja. Ja, dat is iets. Maar hoe is die beweging? Ja, 60 jaar misschien. Ja, moeilijk. Dus, ik zette hem op zijn rechterbeen en ik ging dus erbuiten als vrij snel. Maar uw rechterbeen? Mijn standbeen was dat dan en ja. Ik ging dus gelijk en ik bracht hem uit zijn evenwicht en ik was gelijk. Dus, een beetje dus op dat been waardoor ik ja, zo ja, uit zijn evenwicht werd gebracht en dat was dus dat was niet gelijk meer. Ja. En dat was dan je grote kracht. Buiten dus tevoren zat hij dus vrij goed was. Ja, die was behoorlijk goed. Ja, was aardig. Nog niet slecht. Ja, want zelf heeft u niet veel gescoord. Niks, weinig of nooit. Hè. Nee. Dat was niet besterkt. Maar dat voetbal is dus, is natuurlijk heel erg duidelijk, heel erg veranderd. Hè? Ja. Is het ten goede veranderd? Is het beter geworden dan het vroeger was? Ja, het is, ik vind het moeilijk om te vergelijken. Ik geloof niet dat het, natuurlijk, het is sneller geworden en het is harder geworden. En tactisch, wat we net vertelden, dat is natuurlijk belangrijke verbeteringen. Maar zeg je nou, zit je als lieveling, wat ik graag zie, dan mooie staaltjes van een keeper of een schot of een goede pas of individuele actie. Ja, dat is ten koste daarvan gegaan. Het belang is nogmaals zo groot geworden en er zijn dus. Dus je praat over miljoenen guldens, wel eens per wedstrijd natuurlijk. Wat een of zouden die jongens dat beseffen terwijl ze daar in het veld staan? Nou, ik denk dat ze wel beseffen, ja. Ja, ik denk dat ze het wel beseffen, maar ja, hun salaris en hun geld is toch goed natuurlijk. Maar ik denk dat ze toch begrijpen als ze zo'n volgende ronde dus doorkomen, dat het in hun portemonnee natuurlijk aanzienlijk en behoorlijk grote bedragen gaat. Ja, dat beseffen ze wel, ja. Dachten jullie dat vroeger aan? Jullie verdienden veel minder natuurlijk. Ja, verdienden veel minder natuurlijk. En die, toen was het ook meer een eergevoel, wat er tegenwoordig niet meer in die mate natuurlijk is. En logisch, want er is het geld overwint alles natuurlijk. En dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk toch een ontwikkeling wat je niet meer tegen kan houden. Je ziet het, alle goede spelers gaan weg naar het buitenland. Jongens hebben eigenlijk een hele andere jeugd. Hè? Ik bedoel, we hebben het over jongens van een jaar of 18, 19, 20 zelfs. Ja. Die hebben een veel grotere verantwoordelijkheid dan jullie in die tijd ooit gehad hebben. Ik denk alleen dat ze, ja, zeker een grotere verantwoordelijkheid natuurlijk. En zeker met de belangen waar die nogmaals op het spel staan. En ja, dat is niet meer terug te draaien in mijn tijd natuurlijk. Hè. Toen speelden ze voor 10, 20.000 gulden. Ik verdiende dan wel wat meer. Maar dat is niet in controle. Wat is het meeste wat u verdiend hebt per jaar? 70.000 tot 80.000 gulden. Ja, ja. Nou, dat was niet slecht. Ja, dat was toen ook in die tijd niet slecht, zeker niet. Nee. Dat was ook een mooi bedrag. Je praat natuurlijk van zo gauw 30, 35 jaar geleden. Ja. Maar u kijkt nog steeds met plezier naar het hele. Ja, maar ik ga dus onder 14 dagen fijn uit altijd kijken en ik doe het met plezier. En ze doen het voor mij boven verwachting, want ze staan op het moment goed, bovenaan. Ja. Dus ja. Ik moet zeggen, het elftal zie ik er niet altijd vanaf, want het zou belangrijk beter voetbal kunnen zijn, vind ik. Maar ze doen het voortreffelijk. Je kan van Haan zeggen wat je wil, maar hij brengt ze toch bovenaan. Wat het rare is. In die tijd dat u daar speelde, laten we zeggen, zo'n beetje begin jaren 60 bijvoorbeeld, zo rond 1960 speelden jullie echt de sterren van de hemel. Of eind jaren 50 eigenlijk. Ja, klopt. Was dat. Je bent goed gedeeld. Maar jullie stonden 10e, 7e, 12e. Ja, we hebben een paar jaar gespeeld dat we geweldig voetbal speelden, maar de resultaten was niks. We hebben veel te mooi gespeeld en we hadden toen ook niet het sterkste middenveld. En later zijn er spelers bijgekracht, voornamelijk voor de Poets en voor het Harde, Krijenmaat, Klaasjes en jongens die dus er tegenaan gingen. Dus, en toen, dat kwam ten koste
van het voorhoede spel van ons. En we maakten wel veel goals, maar dan ging er ook veel van achterin. Dus het spel was mooi te zien, maar het resultaat was niet belangrijk. Nee, maar het was toen dan niet zo belangrijk. Want toen zaten er elke week 45.000 mensen. Die kwamen echt voor voetbal kijken. Kwamen zoveel? Ja, ik kan me alleen maar herinneren dat ik voor bij Feyenoord kwam. Toen was ik 17 en ik stopte was ik 35, ja. Ik heb gemiddeld voor zo'n 40, 45.000 mensen per week gespeeld. Zo. Ja, er is veel geld binnengekomen. Zouden u wel iets meer mogen betalen? Ja, dat vind ik ook wel. Ja, goed. Ja, wat ik heel opmerkelijk vind, ja, is dat ik herinner me nog wel in de tijd dat u met Frans Bouwmeester speelde. Frans Bouwmeester, Henk Schout. Ja, maar vooral samen met Bouwmeester. Frans, ja. Dat was een goed koppel. Ja, dat was een goed, wij voelden elkaar goed aan. En Frans had natuurlijk een feilloze pas en goed in de combinatie. En ja, ik was ook vrij sterk in de combinatie. En ja, goed, en het wat belangrijkste wat ik dan had, was je dus je passeringsvermogen en nogmaals en je voorzet. En ik had een gevoel, als ik hier maar door was, dat er daar iemand vrij stond. En dat daar kun je op trainen wat je wil, maar dat heb je niet. Dat kan je niet leren. Nee, hè? Nee. Wordt er misschien iets te veel getraind op het moment? Er wordt veel meer getraind dan vroeger, hè? Nou, dat is niet helemaal waar. Want ik heb ook een jaar of 10, 2 keer per dag getraind. Oh ja? Jawel. Maar ik kan me nog herinneren toen ik een jaar of, jongen van een jaar of 20 was. Of 21, dat was toen wat voor Nederland. Bij de 5 beste linksbuiten zoals van Europa. En Nederland telde toen helemaal nooit mee. Nee, want daar wou ik het even over hebben. Dat vind ik zo merkwaardig. Het Nederlands elftal, dat was ook niet echt slecht in de jaren 60. Maar er gebeurde helemaal niks. Jullie hebben nooit aan EK meegenomen. EK niet, WK, nee, niks. Overal werden ze vooruit gegaan. Hoe kwam dat? Ja, ik denk dus, ja. De feitelijke reden kan ik eigenlijk niet aandragen. Want er waren zeker goede spelers mee. Echt spelers van Europees formaat, zeker wel. Maar we kwamen nooit een stuk voor. Een Nederlandse speler was in Europa helemaal niet bekend toen in die tijd. Nee. En dan praat je toch, toen was ik nog 20 of 22 jaar. Nou goed, dan ben je in je beste tijd. Maar dat zat er van Moulijn of Jans of Pietersen niet uit gehoord. Ik heb toen wel diverse aanbiedingen gehad uit het buitenland. Dat had ik weggekund, dat wel. En dat was toch wel, ja. Achteraf had je dat toch wel moeten doen. Maar ja? Jawel, ik bedoel, ik heb hier een mooie zaak en een goede zaak, maar een aantal jaar in het buitenland voetballen komt toch tegen je zakelijke belangen in Nederland niet tegenop. Dus heeft u wel een beetje spijt van? Nou ja, ik heb het fiscale klimaat in Nederland niet. Jawel. Ja, dus dan weet je hoe het werkt. Dus ja, nee, maar dat is gewoon zo. Waarom bent u niet tegen? Ja, waarom ben je niet? Je bent clubgebonden, je hebt je vrienden, je bent je zaak begonnen, allemaal dit soort dingen. En die bedragen waren wel belangrijk hoog als in Nederland, maar toch niet zo dat je ervan rijk werd. En als je terug moet komen, laten we zeggen, op 32 jaar geleden, dan had je ook iets moeten beginnen. Want het was niet zo dat je zoals nu echt volledig dat je financieel binnenkwam. Nee. Nee, dat kon, want dat was toen ook niet. Nee. Nee. Want u had bij Barcelona kunnen spelen, geloof ik. Barcelona en diverse Franse en Italiaanse clubs zijn er wel geweest. Ja. Nee. Mogen we nog even verder door het huis lopen? Moet ik meelopen? Ja, nou graag, ja. Ik durf niet alleen hier door het huis te lopen. Ja, dus niet. Nee. Ja, maar zo'n groot huis is het ook weer niet. Nee, oh ja, want hier is het uitzicht aan de achterkant. Ja, de achterkant, hè. Dat is de glaskamer. Ah, ja. Ook een beetje scheepvaart natuurlijk. Ja. Wat ze daar gaan doen, weet ik niet. Wat is dit voor hoekje? Ja, als ik verdrietig ben, ga ik hier zitten. Oh, ja? Nee. Nee, we hebben gewoon wat dingen gebaan hier in het huis, wat een beetje op zijn plaats was. En dan hebben we dat hier erbij gedaan. Een beetje stil leven, hè. Ja. Even mooi uit, maar ook een beetje het havengebeuren achterin is dus toch wel leuk. Maar dat is een van de redenen waarom u niet bent weggegaan, dat Rotterdam eigenlijk? Ook Rotterdam trok natuurlijk en dat is gewoon een, ja, ik ben toch een echte Rotterdammer wel. Ja. En je had ook niet zoveel ervaring, de mensen nu worden ze allemaal begeleid. Dus als je nou Kluivert naar Milaan ziet gaan, dan spelen al 2, 3 jongens. En je was toen toch wel als enige die wegging naar het buitenland. En dat soort zaakwaarnemers had je nog had niet? Je had niet zelfs die VCCS had je nog niet? Dat was helemaal niet opgericht toen. Nee. Dus later in het eind van mijn carrière, toen ben ik dus 3, 34, toen is die VVCS opgelicht. En toen kon je daar geld in storten. Ja. Dat had natuurlijk later een fiscale, ja. Als je daar dus bijvoorbeeld in mijn tijd dus 3, 4 ton had zitten, dan had je natuurlijk over zoveel jaar uit kunnen smeren. Dat heb ik nooit van kunnen profiteren. Nee. Dat is jammer. Maar zo te zien gaat het u toch niet slecht? Nee, ik klaag ook niet hoor. Zeker niet. Nee, in tegendeel. Nee. Nee, nogmaals, het gaat fijn gewoon. Ja, nou goed, er is een beetje een logeerkamertje. Hier is nog een kamertje. Ja, dat stelt niet zoveel voor ons. Wat kledingkwasten en toestanden. Er moet een huisdier in huis zijn. We hebben 2 grote katten. Ze zijn nu die te vinden op een of andere manier.
Ik weet niet waar ze zitten. Ja, de een ligt op bed. Misschien zien we ze nog. Ja, misschien zie je ze nog, ja. Eén ligt er op bed en één loopt er hier door. Ja, die moet hier rondlopen, maar ik zie het niet. Maar ze zijn bang, ze zijn een beetje mensenschuw. Ja. Heeft u iets op de video van uzelf waar u heel trots op bent? Nee. Helemaal niks? Ik ben een hele gek type mens, want ik ben ook geen verzamelaar van mezelf. Ik heb ook geen plakboek bijgehouden of geen reportages van mezelf. Echt? Helemaal niks? Ik heb niks voor mezelf. Nee. Eigenwijs een beetje. Ja. Geen één plakboek? Ja, maar het klinkt ook een beetje. Ik zag mezelf ook niet zo graag voetballen, hoe gek dat ook klinkt. Ik heb wel eens, ik vond mezelf niet zoveel aan. Echt? Dat is goed. Nee, echt waar. Ja, dat meen ik, hè. Ja, dat is een beetje... Ik heb zitten te genieten. Ja, nou, dat is waar, maar ik vond mezelf niet zoveel aan. Nee, dat heb je dan wel eens. En ik dacht altijd dat het altijd nog beter kon. Als je een goede wedstrijd gespeeld hebt, denk ik, nou, dan vond ik toch nog een aantal dingen fout in mijn eigen spel. Dat je denkt, nee, je kon, dit was niks, Marlijn, dat kan veel beter. Wat vond u slecht? Of vond u het voetbal sowieso een beetje saai om naar te kijken? Nee, dat niet zo, maar het was toch wel beduidend langzamer dan nu is natuurlijk. Ja, nou, dat is gewoon maar. Je wedstrijd toen ziet, dat is toch langzamer als dat je die beelden ziet. Als je heden ten dagen wordt het toch sneller en veel feller gespeeld. Ja. Ja, en ik vond mezelf, ja, waar de mensen naar ze druk te gaan maken. Ik heb het nooit zo van begrepen eerlijk gezegd. Wat dat betreft bent u een echte Hollander. Doe maar gewoon, dan doe je gek. Nou, dat niet zo, maar ik vond het toch niet zo spectaculair. De mensen waren er meer over, enthousiast dat ik er zelf enthousiast over was. Ja. Dus geen één video? Ik heb niks, ik kan je helaas niks laten zien. Ja, je kent de televisie, ja, staat aan, maar... Feyenoord Celtic in Milaan, 1970? Nee, ja, die kan je zo krijgen natuurlijk, maar nee. die heb ik niet, nee. Nee. Ik heb niks voor mezelf. Nou, je ziet ook weinig voetbal hier. Ja, aan de gang zie je wat dingen. Ja. In het halletje zie je dus wat dingen. Verder niks, hè? Verder niks. Nou. Toch een hoop bekers gewonnen. Ja, we hebben een aantal bekers gewonnen. En, ja. Maar het is niet zichtbaar. Nee. Een of andere afwijking, denk ik. Ja. Ja. We hadden het over dat... Nou ja, dat u waarschijnlijk voornamelijk in Rotterdam bent gebleven omdat u een echte Rotterdammer bent. Ja. En het toch een beetje eng vond daar. Nou, dat was ook toen in die tijd niet zo, dat men ging niet zo naar het buitenland. En ja, nu is men veel, ja, dat heeft natuurlijk met alles te maken, Europees veel meer georiënteerd. Als iets in Milaan of in Madrid gebeurt, dan weet je dat gelijk. En toen was dat toch meer afstandelijker. Ja. En dat zijn misschien de redenen. Ja. Misschien een beetje bekrompenheid, maar goed, ik weet niet wat het was. Had het ook met Feyenoord zelf te maken? Want Feyenoord is toch wel een hele speciale club. Feyenoord heeft een speciale club, want je kent tijdens... toevallig kan je daar het stadion zien. Als je dus, daar ben ik hier niet voor gewoon, moet ik eerlijk zeggen. Ja, daar in de verte zie ik de mast. Ja. Maar dat heeft niks met... Beetje vaag. Ja, het is vaag. Maar zover kan ik het wel zien op mijn leeftijd. Ja, toch wel. Ja. Maar wat is dat speciale van Feyenoord? Nou, Feyenoord heeft iets, ja, ik kom niet uit Zuid, nu kom ik nogmaals uit Noord, ja. Maar dat was vroeger een arbeidersclub en dat is dus, ja, dat spreekt de Rotterdammers aan. De Rotterdammers zijn de mensen van geen woorden maar daden, maar dat is een typisch Rotterdam vaak, hè. En dat is dus een club, ja, dat heeft iets, Feyenoord heeft toch een beetje iets magisch, vind ik. Ja, als je het eenmaal een beetje mee behept bent, ook met veel spelers die er ooit gespeeld hebben, dan blijft er toch vaak maar één club en dat is toch wel Feyenoord. Ja. Merkt u dat nu nog aan? Wat zijn op het moment typisch Feyenoord-spelers? Ja, als ik nou bijvoorbeeld Koeman hoor praten, die dus een maand of meer dan een jaar bij Feyenoord speelt, dan is dit in zijn gevoel, hij heeft ook vaak kritiek, maar hij zegt ook vaak, je voelt dat het gewoon een halve Feyenoord er gewoon geworden is. Ja, hij wil dus hier afscheid nemen. Dat type Feyenoord heeft iets chronisch eigenlijk. Als je het een beetje behept wordt, dan dat raak je haast je leven lang niet meer kwijt. En dat heeft iets magisch. Het stadion heeft altijd iets. Ik ben nog niet in de arena geweest. Dat moet ook heel mooi zijn. Maar Feyenoord heeft gewoon een bepaald iets. Best moeilijk te omschrijven. Zo'n stadion, de image. Het hele entourage. Ja, dat, maar toch, het is een bijzondere club. Ja, maar toch. Nou, ik vind Koeman, dat vind ik heel opmerkelijk dat u dat zegt. Want ik heb ook altijd het idee. Die past heel erg bij Feyenoord. Ja, hè, vind ik wel. Ja. Maar in deze tijd bestaat er eigenlijk niet meer, nee, zo dat bestaat erg niet als meer. Clubspelers. Nee, maar hij laat wel duidelijk blijken dat hij dus, hij heeft dus een grote speler en een grote speler in Barcelona geweest. Laat hij het wel duidelijk blijken, sinds omdat hij de pas hier een jaar speelt, nu het tweede seizoen. Nou, dat hij dus, dat is het dus typisch de uitdrukking van wat ben je als Feyenoorder. En dat vind ik een goed voorbeeld. Zo'n club, die pak je dan. En de ene club pak je meer als de andere, maar hij neemt nogmaals afscheid, maar dat doet hij dan, ja, na zo'n korte tijd met zoveel gevoel. En dat is dan het gevoel van Feyenoord. Kunt u aan de jeugdige kijkers die u niet
kennen, vertellen hoe uw afscheid geweest is. Ja. Ja, dat was wel leuk, maar dat was heel slecht weer toen. Het was toen wel een vol stadion. Het was, ik meen tegen het nationale elftal van Uruguay. Ja. Maar dat kent tegenwoordig niet, want de tegenpartij was niet op de hoogte en die konden mij ten eerste niet. En ten tweede was het helemaal niet georganiseerd, die wisten niet welke afscheid was. Nou, wij speelden toen nog zonder scheenbeschermers. Nou, mijn schenen zagen eruit. Van boven tot beneden zaten zonder blauwe en schaafhonden. Nou, dat kan tegenwoordig niet meer. Ik bedoel, internationaal ben je dus zo georiënteerd. In Zuid-Amerika weet je dat Maradona of Jans of Pieter zo afscheid neemt. Dat kan niet meer. En die mensen die hadden van mij helemaal nooit gehoord. Dat citeert al dus wat. Het was gewoon één grote schop. Ja, het was gewoon een schoppartij. Partij, en het bleef 0-0, hè? Ja, ik geloof 1-0 of 1-0 of 1-1 was, ik weet niet eens meer. Dat was eigenlijk een beetje een schandelijke wedstrijd. Ja, eigenlijk wel. Nou, dat kennen we vandaag dat is wel jammer meer. Eigenlijk, hè? Ja, dat is jammer. Dat wil weer. Dat geeft weer prijs dat Nederland toen helemaal niks voorstelde, Europees en wereld. Nou, trouwens, ik herinner me opeens, moet ik aan denken, die afscheidswedstrijd van Johan Cruijff tegen Bayern München. Ja, was dat niet leuk. Toen gingen ze er met 8-1 in. Ja, dat was ook niet leuk. Nou goed, maar toen wist Bayern München heel goed dat het Johan Cruijff zijn afscheidswedstrijd was. Ja, duidelijk, ja. En dat is natuurlijk ook. Dat was het afscheid van bijna nog wat beter dan door in dit geval, ja. Dus dat zegt niet altijd wel, schijnbaar. Zijn er dingen die. Want u heeft zich verder niet meer. Ik ben nooit trainer geworden of weet ik veel wat. Maar. Zijn er dingen die u af en toe wel denkt. Die zou ik die jonge voetballers nog wel kunnen leren? Nou, wat ik in het huidige voetbal dan mist. Het eigen ondernemerschap in het spel. He? Dus het initiatief nemen zelf. Ja, ja. Zeker van jonge voetballers. Ze durven tegenwoordig niet zoveel meer. Maar dat kan natuurlijk van de hogere hand, van de leiding, van de trainers, etc. Kan het opgelegd worden. En dat ben ik bang voor, dat is een groot woord. Maar dat mis ik dus wel eens in het huidige voetbal. He? De individuele kwaliteit die zelf iets op risico uitgaat in het voetbal. Maar dat is natuurlijk allemaal met de tactiek te maken, met de belangen te maken. En daarvoor worden die spelers dus ondergeschikt gemaakt. Ook een speler met behoorlijk veel talent. Hè. Die zie je vaak dus niet. Zijn creativiteit, waar hij vaak mee geboren is, komt hij niet tot uitdrukking in het voetballen. Omdat hij zich, zoals dat heet, ondergeschikt maakt. Ondergeschikt maken aan het elftal. Het systeem aan het elftal, ja. En dat vindt u wel een beetje jammer? Dat vind ik een handicap. En dat vind ik geen vooruitgang. Misschien dat weer gaat evalueren over een paar jaar verder. Maar de laatste jaar is dat sterk toegenomen, vind ik. Ja. Bij Ajax nog sterker dan bij Feyenoord, raar genoeg, hè? Lijkt het wel. Ja, Ajax is natuurlijk met alle respect natuurlijk een etage hoger, toch vind ik, als Feyenoord. Hebben wat meer niveau van voetbal in huis, vind ik wel. En ze zijn daar tactisch ook wat sterker. Hoe bereidde u zich geestelijk voor op zo'n wedstrijd? Ja, vrij ontspannen, moet ik zeggen. Ja? Ja. Het ging gek als ik vaak, dat was de laatste jaren, maar vaak ging ik veel dammen. Ik ben vroeger verwoed dammer geweest. Ja. Ik ben de oma van me altijd. Maar ja, dat laatste 10 jaar van mijn carrière, 5 jaar heb ik zeker niet gedaan. Want er zat je continu in trainingskampen natuurlijk. Maar vlak voor de wedstrijd? Ja, vond ik lekker ontspannen. Ja, lekker spannen. Dan ging ik daar vaak helemaal op. En op plaats ging ik 5, 6, 7 stenen diep kijken. Want er is een spel wat natuurlijk niet zo makkelijk is. Nee. Dus men zegt dat het moeilijk is. Een schaakje, schaken, dat durf ik niet te beweren. Maar het is vrij moeilijk. En als je het veel doet. En dat leidde mij erg goed af, voor de spanningen. Maar in de kleedkamer, had u daar nog bepaalde rituelen? Nee, dat niet zo. Nee. Ook geen bijgelovige dingen? Nee, dat niet zo. Nee. Ging me gewoon een half uur of een uur voor de wedstrijd, ging me losgooien. Ook in de... Alleen gingen wij vroeger naar het bijveld, tegenwoordig gaan ze naar het hoofdveld. Ja, raar is dat. Ja. Een soort extra show is dat nu, van het andere publiek. Kijk, dat zijn allemaal die dingen, dat hebben wij ook normaal. Maar dat zijn leuke dingen natuurlijk, dat mensen zien dat graag. Ja. Die supporters vroeger, hè? Waren die hier net zo erg als ze nu zijn? Ja, ik deed er slangen aan niet zo erg. Tegenwoordig kwamen men toch, dat zie je tegenwoordig helemaal niet, de ouders met kinderen meer naar een stadion gaan. Dus daar is er helemaal niet meer bij. Je moet tegenwoordig, nou, dan word je gefouilleerd. Je komt helemaal niet in het stadion. Dan word je helemaal dus. En of je geen hars bij je hebt, en geen messen bij je hebt, geen pistolen bij je. Maar ja, goed, wat gebeurt er in de maatschappij? Wat gebeurt er niet om je heen? Wat gebeurt er niet in je eigen winkel? Ik bedoel, er zijn allemaal dingen die dus. Ja, dat is natuurlijk een toonbeeld van de laatste 20 jaar wat in de maatschappij gebeurt. Is het moeilijk om een winkel te hebben op het moment? Nou ja, moeilijk niet, economisch dat niet, maar het publiek wat binnenkomt vaak, dat ze met alle respect, maar er komen ook heel veel buitenlanders, die komen met bepaalde bedoelingen en dat wordt steeds erger. Om te jatten? Ja, wel. Lopen altijd hele dure dingen toe. Ik denk dat wij binnen 2, 3 jaar met een gesloten deur zitten. Daar gaat het naartoe.
Ik denk niet alleen wij, heel de binnenstad en heel Rotterdam. Of, dat je moet aanbellen? Ja, wel, denk ik. Ik denk dat de ontwikkeling is in het... In onze branche dat je dat... dat staat er gewoon te wachten. Je hebt al allerlei voorzieningen al getroffen, maar dat zal een volgende stap worden. Ja. Het is helaas zo, het is helaas niet anders. En de dingen die ze uit je winkel weghalen, nou goed, dan ga je naar de politie met alle respect, maar je hoort en je ziet er nooit meer wat van. Dus dan zou je zelf maatregelen moeten nemen. Dit was het. Nou... Ach, ik heb echt nog één verzoek, want daarnet kwam het er niet helemaal goed uit. Wat heb je voor verzoek? Nog één keer die beweging op het marmer. Ja, ik zal het proberen, maar ik ben bang dat het niet lukt. En dan ben ik de bek? Ja, ben de bek. Nee, ik zal het proberen. Ja, dan moet ik wel even mijn glas wegzetten. En de dagen staan, dat is het beste natuurlijk. Ja, dat is het beste. Want... Dus dan kwam ik zo naar je toe, dus ja. Hè? Ja, dat is...